Nieuwe technologie is een bron van welvaart. Daar moeten we ons van bewust zijn dat de nieuwe welvaart van technologie komt. De verdeling van die welvaart is wel een probleem. Want er verdwijnen banen, maar er ontstaat nieuw werk. En hoe we daarmee omgaan in de transitie is het onderwerp van deze pre-adviezen. Pre-adviezen van dit jaar gaan over techniek en innovatie. En in het bijzonder over de relatie tussen mens en machine. En dat bekijken we vanuit drie invalshoeken. De eerste is de historische invalshoek. En wat we daar zien is dat ondernemers met name kansen zien en dat werknemers met name bezorgd zijn om het verlies van hun baan. Kijken we naar de historie, dan ontstaat er werk, maar worden banen vernietigd. Dus in de transitie, want een nieuwe technologie is disruptief, in de transitie heb je daar last van. In de zin dat de mensen werkloos worden, maar dat er aan de andere kant nieuwe banen ontstaan. Daarom gaat het tweede deel van de pre-adviezen over de producentenkant. Dus wat verandert er nu in de businessmodellen van bedrijven? En wat we daar zien is dat deeleconomie bijvoorbeeld, maar ook andere nieuwe businessmodellen ontstaan. En die businessmodellen die scheppen kansen. Maar die leiden ook tot druk op de huidige instituties. Geven we bijvoorbeeld genoeg ruimte aan nieuwe initiatieven? Of zijn de nieuwe ontwikkelingen schadelijk voor bestaande bedrijven op een oneerlijke manier? En hoe gaan we daar dan mee om? We hebben ook de arbeidsmarktkant, dat is je zou kunnen zeggen de werknemerkant van de nieuwe technologie. En daarin zien we dat de effecten van technologie op de arbeidsmarkt weliswaar werk scheppen, maar banen kosten. Nou, in die transitie is het belangrijk dat de overheid een rol speelt. Dat kan op verschillende manieren. Je kan denken aan subsidies voor werknemers om opleidingen en trainingen te gaan volgen, zodat ze van een baan die krimpt kunnen verhuizen naar een baan die groeit. Je kan ook denken aan belastingmaatregelen die werkgevers in staat stellen om hun huidige mensen beter te scholen, zodat ze in hun huidige baan kunnen groeien, kunnen wennen aan die nieuwe technologie en productief kunnen blijven. Nou, het is met name in de jaren 80 de groep van laagopgeleiden. Die hebben last gehad van automatisering en mechanisering. En het is op dit moment de groep in het midden van de arbeidsmarkt. Met name de mbo'ers, maar ook de mensen met een havo- en vwo-diploma die last hebben van de nieuwe technologie. Maar dat is altijd een tijdelijk fenomeen geweest. Want we zien nu juist de werkgelegenheid aan de onderkant toenemen. In het midden daalt die wat, maar het is ook niet dramatisch omdat er ook nieuwe banen ontstaan. Banen die 20 jaar geleden nog niet bestonden. Zou je kunnen zeggen dat als innovaties steeds slimmer worden, dat dan in tijd, wij spreken over een volgende generatie, dat dan juist de hoger opgeleide problemen gaan krijgen op de arbeidsmarkt? Ja, er zijn denk ik twee mogelijkheden. Eén is dat die technologie voortschrijdt. Dus eerst bij het laag opgeleide, nu in het midden. En uiteindelijk ook bij hoogopgeleiden. En dat zien we bijvoorbeeld bij radiologen en accountants. Die banen verdwijnen niet, maar ze worden wel anders. Dus radiologen worden meer mensen die gebruik maken van big data dan mensen die een plaatje bestuderen. En met die big data ontstaat er een heel nieuwe industrie en allerlei nieuwe mogelijkheden. Dus binnen die banen verandert er van alles en dat vergt ook van hoogopgeleide aanpassingen. Hoe zou je de pre-adviezen kenmerken? Als een overzicht van de geschiedenis of een blik naar de toekomst? Ik denk beide. Dus we geven in het begin een overzicht van de geschiedenis, maar daar zit ook een hoofdstuk over robots in. En over robots weten we eigenlijk heel weinig. En robots is een verzamelnaam, dat laten we ook zien, van wat is eigenlijk een robot. Het is niet een machine uit een science fiction film, maar het is meer een technologie die ons verder helpt. Nou, de implicaties daarvan die zien we op dit moment verschijnen, maar eigenlijk moeten we daar nog veel meer van weten. Dus in die zin moeten we de blik ook op de toekomst richten.